day, not two of the same. I wanna be like, I wanna be like most girls. I wanna be like, I wanna be like. Hey guys, vandaag ga ik jullie vertellen over mijn pechbutton. Pechzonde, ook wel gastronomiebutton genoemd. Wikibutton of G-tube. Ik heb die al ongeveer 10 jaar en die heb ik om voor de zonnevoeding. We zijn ermee begonnen toen ik op 9-jarige leeftijd ongeveer instortte. En toen zijn we begonnen met een neuszonde. En op een gegeven moment houdt dat op, omdat alles in je neus gewoon kapot gaat. Het slangje in je neus, dat wil gewoon niet meer verder, omdat alles gaat opzwellen en tegen gaat werken. Dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd van, nou, dat willen we niet meer. En toen kreeg ik een operatie. En in die operatie werd de pechzonde geplaatst. En pechzonde houdt in dat je eerst in de operatie wordt er een gat gemaakt in je buik, rechtstreeks in je maag. Dan wordt daar een soort bumper tegen je maagrand aangeplaatst en dan een slangetje aan de andere kant. En die moet 3 maanden blijven zitten voor de zonde die ik nu heb. Zodat het gaatje kan wennen en ja, ik weet niet precies. Na die 3 maanden moet je weer een operatie om die bumper er weer uit te krijgen. En dat gaat via je mond en zo met een tangetje. Maar goed, ik heb hem nu al 10 jaar en ik heb eigenlijk nog nooit... Ik heb 1 keer eerder in mijn die 10 jaar gehad dat ik kapot knapte. Maar eigenlijk nog nooit zo, op hoe ik het nu heb. Ik doe heel even het gordijn achter me dicht. Nou is het meer licht. En nu heb ik het dus 2 keer achter elkaar gehad, wat ik nog nooit eerder gehad. Dus... Nu heb ik gefilmd hoe dat dus gaat. Eigenlijk doen we het altijd in het ziekenhuis. Maar vandaag... Mijn hond maakt geluid. Maar vandaag hebben we het thuis gedaan. Omdat het in het weekend was. Dus dat ga je straks zien. Maar eens ga ik even vertellen waarom ik het nu nog heb. Ook al eet ik wel. In principe eet ik genoeg. Alleen... Als ik ziek word, dan eet ik niet. En dan val ik dus te veel af. Dan val ik te veel af en dat gaat niet. Dat kan ik niet hebben. En als ik wil sporten, dan heb ik dan extra voeding nodig. Omdat ik gewoon heel veel verbrand. Ik moet eigenlijk gewoon 6 keer per dag eten. Dat doe ik dan weer niet. Dus ik heb de extra voeding nodig. Dus, en nog een reden, tegenwoordig neem ik alle medicijnen daarmee. Dus als ik antibiotica moet, waar ik heel slecht tegen kan, dan neem ik dat daarmee, want ik kan heel moeilijk pilletjes doorslikken. Dus eigenlijk neem ik alles daarmee. Behalve de gewone pil voor de dames onder ons. En ja, dat was het eigenlijk wat ik neem. Via gewoon doorslikken. En nog iets anders voor mijn hoofd. Maar en voor de rest heb ik eigenlijk alles in van dat vloeibare spul. Weet je wel? Dat je dat kan mixen met water en klaar. Dus. Hij was dus geknapt. En je voelt... Het doet niet pijn of zo, maar je voelt het wel. Het voelt als... Je voelt... Ja. Je hebt wel eens als je... te veel gedronken hebt, dat het wat borrelt en dat het zo een beetje, ja, hoe ga ik dat uitleggen? Dat het een beetje, ja, wat moeilijk. Ja, dat het borrelt. Nou, dat gevoel heb je dus. En in principe heb je het niet door, want ik heb er altijd een pleister op. Dat vind ik gewoon fijner, want anders vind ik hem te los zitten en dan dubbelt hij er maar. Want je mag er maar 4 milliliter in hebben zitten dus. En dat is best wel weinig. En dus ik heb er altijd een pleister op, dus in principe merk je niet dat hij los zit.
Maar ik merk het wel, want ik schoon die pleister 2 keer per dag. Dus ik ging mijn pleister verschonen en schoonmaken en zo. En ik denk, nee hoor, hij hangt al zo los, dit is niet goed. Dus ik dan, je gaat er een beetje aan trekken en dan voel je meteen al van, hé, er zit geen weerstand meer aan. Dus je weet meteen dat het, ja, het zit niet goed. Want als, normaal als je er een beetje aan trekt, dan voel je weerstand. Want je moet hem ook elke dag draaien, dat hij niet vast gaat zitten. En, alhoewel, kan dat nu al niet meer. Want stel, ik zou er ooit van af kunnen, kunnen. Dan moet het dichtgemaakt worden met een operatie. Omdat het nu al zo lang zo zit, dat het niet meer mooi dichtgroeit. Maar, stel, hij gaat eruit. Dan moet je binnen een half uur moet hij er weer in zitten. En als dat niet lukt, moet je er een of andere pen of potlood of iets. Je moet iets in het gat stoppen, zodat het niet dicht groeit. En zo min mogelijk bewegen. Want als je beweegt, dan gaan die huidlagen gaan over elkaar schuiven. En dan kan je het gaatje misschien niet meer vinden. Wel het buitenste laagje. Maar je moet ook door de maagwand. En dat verschuift natuurlijk. Dus, dat was wat ik wil vertellen, denk ik. En ik ga nu even een set erbij pakken om te laten zien hoe het eruit ziet. Dan heb ik hier de pleisters die ik altijd gebruik. Dat zijn ook gewoon de Cutiplast, of hoe je dat ook uitspreekt, van Steriel. En wat je dan nodig hebt voor zoiets, is... voor elke voedingsbeurt een nieuwe verpakking. Dit is een draad van bijna 3 meter. Ik vind deze heel fijn, omdat ze, ja, speciaal rubberen draadachtig iets. En je kan er gewoon heel lang mee, ver mee. En ja, hij gaat bijna niet in de knoop. Dus deze, daar, deze gaat dus in de zak met voeding. Die kan ik niet laten zien, want die staat in de koelkast. Of in de kast, ligt eraan. Als het te warm is, dan moet het in de koelkast. Als het gewoon normaal is, dan moet het gewoon normaal in de kast. Wij hebben het normaal in de kast, maar het kan ook in een koelkast. Maar dat staat allemaal te hoog voor mij en is te zwaar. Ik zal wel even een foto laten zien. En als je dan klaar bent met daarmee, dan heb je een spuit met water nodig om dat te schoonmaken en door te spoelen. Deze spuiten gebruik ik ook dus voor de medicijnen. En ja, dat is eigenlijk wat je allemaal nodig hebt voor dat. En dat kan je gewoon bestellen en dat krijgen we dan 1 keer in de maand of zo, krijgen we dat thuis bezorgd in van die hele grote dozen. En dan kan de kast weer volgezet worden en dan kunnen we weer vooruit. En verder, ja, het hoort niet bij mijn aandoeningsziekte wat ik ook mag hebben. Het heet nu spierziekte, maar het kan best zijn dat er over 3 jaar uitkomt van, hé, het is toch geen spierziekte, jammer, of wat dan ook. Maar ja, voor nu wordt het een spierziekte genoemd. Ik ben in ieder geval blij dat ik het een naam kan geven. Spierziekte. Welke? Geen idee. Ik heb geen naam daarvoor. Ja, het hoort er niet bij. En ik had dit ook al, dit probleem had ik al voor al het andere. Ik ben pas in welk jaar? 6 jaar, 7 jaar geleden of zo in een rolstoel. Heb ik pas nodig dus. En dit, ik had al eetproblemen voordat ik mijn zonde kreeg. Dus 10 jaar geleden kreeg ik mijn Mickey. Daarvoor ongeveer 2 jaar neuszonde. Dus daarvoor had ik van die drinkpakjes. Oh, die waren zo smerig. Dus eigenlijk vanaf jongs af aan had ik al moeite met eten en drinken. En nu nog steeds. Mijn hond drinkt wat water.
En ja, dat was alles wat ik wou vertellen. En nu komt er dan een videootje van mijn moeder en ik die de Mickey dus vervangen. Dus mocht je niet tegen bloed kunnen of wat dan ook, stop dan nu met kijken. Want ja, het is wel gewoon een wond en ja, er is wel een beetje bloed. Maar verder niet super vies of zo. Maar goed, kijken op eigen risico. Dus ik zeg alvast veel kijkplezier, succes en tot de volgende keer. Doeg! We gaan Sabine haar Mickey vervangen. Hij is voor de tweede keer in 2 dagen geknapt. Mickey. Dit hebben we nodig. Zo. Hier zit een nieuwe Mickey in. Die ziet er dus zo uit. Zo. Dan doen we een pinnetje in. Als je die er niet in hebt en je wil me indrukken, gaat die alle kanten op. Maar als je deze erin stopt, is hij redelijk stabiel. We pakken wat glijmiddel, zodat het een beetje makkelijk erin gaat glijden. Smeren we het even op. Zo. Hoeven we dus niet meer hem leeg te halen. Normaal haal je hem eerst leeg, want er zit water in een ballonnetje. Dat hoeft nou dus niet. Ik heb een spuitje gevuld met water. Ik zal het even laten zien. Als je deze dus vult, dan vult het ballonnetje zich. En dat zit dan in de maag. Ik laat hem nou weer leeg. Want anders krijgen we hem niet door het gat heen. Dan een beetje glijmiddel meer op. Zo. Leg ik een gaasje klaar. Want de oude die eruit komt is natuurlijk niet heel erg fris. Dus die leg ik even bij Sabine op de buik. Dan ga ik hem nu eruit pakken. Met mijn linkerhand, zodat ik met mijn rechterhand meteen de andere erin kan doen. Kijk, zie je het? Glijdt er zo uit. En dan zit er zo weer in. Nee, ik hoef hem niet op te blazen, want dat kan niet, want hij is kapot. Ik weet niet of je het ziet. Terug. Hier is hij kapot. Zakkelatijn is hij daar. Dat was even een onderbreking. Ik ga even kijken zo. Nu ga ik deze erin spuiten. Eerst dat pinnetje eruit. Oh ja, eerst moet het pinnetje eruit. Anders lukt dat dus niet. De spuit erin. En dan spuit ik er 4 milliliter in. En dan moet ik hem wel vasthouden. Als ik hem nou loslaat, dan drukt hij automatisch het water er weer uit. Dus ik moet hem vasthouden en loswerken. En dan pakken we even nog een schoon gaasje. Om het een beetje te deppen. Ik doe het niet te wild, want er zit wild vlees. Dus zoals je ziet gaat het ook een beetje bloeden weer. Maar dat is normaal, dus dat geeft niet. Zo. Maken we schoon. Doen we het topje dicht. En klaar is Sabine. Top gedaan!